Gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Europa best belangrijk en best een beetje beschamend af en toe. Op 23 oktober stemt het Europese parlement over de benoeming van de nieuwe Europese Commissie. En de Partij voor de Dieren is niet heel erg gelukkig met hoe dat eruit ziet. Van een echte democratische stemming lijkt geen sprake. De twee grootste fracties, kijk even naar CDA en Partij van de Arbeid, lijken alles al beklonken te hebben en omstreden kandidaten te steunen. Ja, er waren hoorzittingen en er was openlijk kritiek, maar langzaamaan werd het stiller. Woensdag gaven de Europarlementariërs die gaan over klimaat en energie in een besloten vergadering groen licht aan Cañete. Een oliebaron die nog steeds via een Nederlandse brievenbusfirma verdient aan de handel in olie, mag van hen eurocommissaris voor klimaat en energie worden. En ik heb begrepen dat een van de D66-europarlementariërs op Twitter wel heel eerlijk heeft laten weten dat hij deze benoeming steunt. Ik zou van de minister-president willen weten wat hij daarvan vindt. Of dat nou een goed startpunt is voor een ambitieus en onafhankelijk klimaat- en energiebeleid. En een ander dieptepunt wat de Partij voor de Dieren betreft. De nieuwe eurocommissaris voor Milieu en Visserij, de sociaal-democratische Vella, heeft met zijn nationaal kabinet de illegale jacht op trekvogels in Malta oogluikend toegestaan. In strijd met de Europese regels dus. En in het verleden werd hij zelfs in verband gebracht met belastingfraude. Wij zouden zeggen dat de start van een nieuwe commissie er beter uit had kunnen zien. Voorzitter, maar het debat van vandaag gaat vooral, wat ons betreft, over de twee slachtoffers van het Europa van de blinde economische groei, het Europa van de bedrijfsbelangen. Ons klimaat en een houdbare energievoorziening. Twee recente trieste wapenfeiten op het gebied van energie en klimaat zouden misschien een winstwaarschuwing kunnen zijn. Engeland mag van de Europese Unie miljarden steken in haar kernenergiesector en de meest vervuilende industrie krijgt het recht om gratis te blijven vervuilen. 5 miljard euro maar liefst. Wat vindt de minister-president daarvan? En dan, voorzitter, het klimaat- en energiepakket. Welke doelen gaat Europa zichzelf stellen voor klimaat en energie in 2030? Dat debat is technisch. Welke percentages we hier vaststellen voor doelen voor broeikasgasreductie, duurzame energie en energiebesparing. Dat is ook belangrijk, want het verschil tussen 30% of 40% vermindering van uitstoot in 2030 maakt daadwerkelijk een verschil. Maar het belang van de vermindering van de broeikasgassen verdwijnt wel naar de achtergrond. Klimaatverandering als een technocratendebat, zodat het niemand van ons echt raakt en we allemaal een beetje wegdoezelen. Dat lijkt tactiek te zijn. Voorzitter, en daar hou ik niet zo van. Dus ik heb even een kijkje genomen bij de Boston Globe, die een fotoblog heeft over de ontwikkelingen in de wereld. En twee foto's vielen mij op, die de kern van het klimaatprobleem wat ons betreft wel duidelijk maken. Dit is Nice, juli 2014. Het was warm en de kinderen die daar woonden konden zich heerlijk verkoelen aan de fonteinen in de stad. Prachtig, dat gunnen we iedereen. Maar dit is Noord-India, september 2014. Grote droogte, drooggevallen rivierbedding. En dat jongetje dat hier loopt zou misschien ook best wat verkoelend water willen hebben, maar hij heeft dat niet. Voorzitter, en zo ziet klimaatverandering eruit. Wij hier in Europa, samen met de andere geïndustrialiseerde naties, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan verslechtering van de leefomgeving van mensen die daar niet zelf om hebben gevraagd en daar zelf ook niks aan hadden bijgedragen. En ik zou de minister-president willen vragen. De Partij voor de Dieren vindt dat wij het recht niet hebben om de leefomgeving van anderen te verslechteren. En ik hoop dat de minister-president dat met me eens is. En als hij daar anders over denkt, dan zou ik wel graag een argumentatie willen waar we dat recht dan wel vandaan zouden halen. Want het kan niet zo zijn dat we met een beroep op de belangen van ons bedrijfsleven veel fundamenteler waarden, namelijk een gezonde leefomgeving voor iedereen, laten beknellen. Want een groot deel van de rest van de wereld wordt heet en droog, zonder verkoeling, zonder bescherming, zonder vangnet. En daarom is het debat dat nu gevoerd wordt over welke doelen stelt Europa zich nou precies ook van belang voor de wereldwijde klimaatafspraken die we in 2015 in Parijs hopelijk op een ambitieus niveau willen vaststellen. En hoe groot is de kans dat opkomende landen zelf ambitie willen tonen als wij achterblijven? Voorzitter, tot slot, het gaat dus ook over een aangenomen motie van de Kamer die niet wordt uitgevoerd.
Ik schrok wel een beetje van de VVD die zei, na aangenomen motie, nou ja, daar kijk je dan even naar als bestuurder. Is dat echt de manier waarop de VVD het hoogste orgaan van dit land zou willen beoordelen? Maar de Partij voor de Dieren moet vaststellen dat het een slechte gewoonte is van het kabinet om aangenomen moties niet uit te voeren. Die liggen, ik zie dat mijn tijd er bijna op is, voorzitter, ik ga afronden. Die liggen regelmatig op het gebied van milieu. En een andere tactiek lijkt te zijn dat het kabinet denkt, ach nou ja, milieu. Er is nog nooit een partij geweest die daar een kabinet op heeft laten vallen. Dat mag een strategie zijn van het kabinet, een risicobeoordeling die ze misschien wel overwogen heeft ingeschat. Maar ik kijk naar de Partij van de Arbeid om daar eens een keer een eind aan te maken. Dank u wel. Dank u wel.